staan aan de oude Meppelen straatweg in Zwolle. Daar heeft de brandweer omstreeks 7:30 een melding ontvangen dat er brand is uitgebroken in het voormalig café en zalencentrum De Vrolijkheid, wat tevens het oude supportershome van PEC Zwolle was. Toen de melding binnenkwam zijn wij uitgerukt met een hoogwerker en twee brandweervoertuigen. Toen we ter plaatse kwamen heeft de brandweer een verkenning gedaan. Op dat moment was de brand uitslaand. En is er nog een derde tank autospuit met een tankwagen ter plaatse gekomen voor waterwinning. Er komt geen asbest vrij bij deze brand. Er komt wel enige rook vrij bij deze brand. Die rook trekt deels over de A28 heen. Nou, het verkeer heeft daar nagenoeg geen last van, dus de A28 is ook niet te gestremd. De woningen ten westen van de A28 kunnen iets last hebben van de rook. En daar hebben wij de mensen ook middels een Twitterbericht op geattendeerd. Dat als zij last hebben, dat zij ramen en deuren moeten sluiten.